Ja, beste mensen. Aangezien ik nog niet actief genoeg ben op het internet, ook maar even een YouTube-kanaal erbij, omdat je soms gewoon leuk dingen uit wilt leggen. In deze aflevering ga ik uitleggen ja, hoe het eigenlijk kan dat ik nogal bejegend word op het internet door allerlei gekkies. Dat begint eigenlijk hier, onder andere. Dit is een verhaal wat ik heb geschreven voor het Algemeen Dagblad over complotdenkers. Ik heb een aantal deskundigen gevraagd hoe het nou zit dat er complotdenkers bestaan, dat ze allerlei complotten de wereld ingooien. En het is een alleraardigst verhaal geworden. Maar als je dat doet, dan ben je in de complotwereld natuurlijk aan de beurt. En dat zien we hier. Dit is eigenlijk het eerste ja, voorbeeld van een man die niet zo heel erg lang geleden door een rechter ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Het wordt er denk ik wel duidelijk waarom dat zo is. Oeh. Dat ben ik. Die foto is keurig gestolen van Facebook. Je moet het hem meegeven. Video bewerken is wel een van zijn dingen. Maar het gaat verder. Wij hebben natuurlijk ook nog de welbekende MIGA-kat. Dat is waarschijnlijk de bekendste complotdenker. Ooit een medewerker van NSC en sinds die tijd flink afgegleden. En ja, heeft het een beetje op zich genomen om mij op het internet te bestrijden. Omdat hij meent dat ik niet afdoende schrijf over Demmink. Daar komt hij. De beste man heeft ongeveer 60 verhalen op zijn site staan en ik denk een stuk of 30 filmpjes over mij. De een nog gekker dan de ander. Wat dacht u van deze? En zo gaat het maar door. Ik vind het op zich wel grappig. Het geeft in ieder geval aan dat, dat mensen die in complotten geloven buitengewoon veel tijd hebben en af en toe best wel creatief zijn in hun strijd.